NOS 10 uur journaal. Goedenavond. 3 maanden hebben ze het volgehouden. Langer ging het blijkbaar niet meer. De etnische Albanese van Orahovac in Kosovo hebben een eind gemaakt aan de blokkade die ze hadden opgeworpen tegen de komst van Russische troepen. Die Russen hadden al in augustus de Nederlandse gele rijders moeten vervangen, maar die zijn daar nu nog steeds gestationeerd. De afgelopen weken was het al steeds rustiger geworden bij de blokkades. De verschillende toegangswegen naar Orahovac waren opgericht. Vandaag werd de grootste wegversperring opgeruimd door de etnische Albanese. As of today, they opened up the blockades to make the way open again for humanitarian aid convoys and to improve the freedom of movement from for all KFOR vehicles. Het is nog niet duidelijk of de Russen nu zonder problemen naar Orahovac kunnen komen. Het doorlaten van de humanitaire hulp is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen voor het opheffen van de blokkade. De winter is dit jaar onverwacht vroeg ingevallen in Kosovo. Maar sommige Kosovaren hadden nobeler gedachten bij het beëindigen van de actie. Ik heb just informed respected per American de Clinton na prakte visite satie naar Kosovo. Inderdaad komt de Amerikaanse president morgen naar Kosovo. Inwoners van een van de steden die hij bezoekt maken nog snel hun huizen schoon. Clinton zal ook veel tijd doorbrengen bij de Amerikaanse troepen. Hij viert het Amerikaanse feest Thanksgiving hier in legerkamp Bondsteel. Het grootste Amerikaanse kamp sinds de Vietnamoorlog. In Duitsland is de christendemocratische CDU van oud-kanselier Kohl in opspraak gekomen. Een hoge functionaris van de partij zou 1 miljoen mark smeergeld hebben aangenomen voor de verkoop van panzervoertuigen aan Saoedi-Arabië. Spoken uit het verleden beginnen de CDU en ook oud-kanselier Helmut Kohl in te halen. Een nieuwe omkoopaffaire begint contouren te krijgen. Helmut Kohl zou als CDU-partijleider geweten hebben van geheime bankrekeningen waar miljoenen giften voor de CDU op werden gestort. Het vuur wordt hem nu na aan de schenen gelegd, maar hij reageert verontwaardigd op de beschuldigingen. Dat het in deze samenhang geconstrueerd wordt dat over smeergelden van irgendiemand, van wie ik niets weet, een politieke beslissing die ik of die van mij geführte Bundesregierung getroffen heb, beïnvloed wordt. Dit is een der übelsten denunciaties die ik in vele jaren erlebt heb. De spil in het hele verhaal is oud-penningmeester van de CDU, Walter Leisler Kiep, een vertrouweling van Kohl. Leisler Kiep wordt nu door justitie verhoord omdat hij 1 miljoen mark zou hebben geïncasseerd. Het zou gaan om steekpenningen in verband met de verkoop van panzervoertuigen en tanks aan Saoedi-Arabië. Kiep beweert dat hij het geld heeft overgemaakt aan de CDU. Maar in de CDU-boekhouding is volgens de huidige partijleiding niets terug te vinden. De regeringspartijen, SPD en Groenen, hebben inmiddels besloten dat een parlementaire enquête licht in de zaak moet brengen. Premier Kok heeft er bij de Indiase regering op aangedrongen geen verdere kernproeven meer te doen en het kernstopverdrag uit te voeren. Kok brengt een 3-daags bezoek aan India. Eerder werd een bezoek aan buurland Pakistan afgeblazen, omdat het door de militaire staatsgreep daar politiek te beladen was geworden. Doorgewinterde toeristen zijn Wim en Rita Kok zeker niet. Maar India bezoeken zonder de Taj Mahal gezien te hebben, dat kan zelfs een nuchtere Nederlandse premier zich niet veroorloven. Kok vergaapte zich dan ook aan dit witmarmeren praalgraf in Agra, zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Delhi. En Kok was onder de indruk. Goede betrekkingen aanhalen, dat is het hoofddoel van zo'n bezoek. Maar Kok praat ook over gevoelige onderwerpen. Zoals het conflict tussen India en Pakistan en het feit dat India geen internationale bemiddeling wil. Ook de omstreden kernproeven van India werden besproken. Men voelt zich ongemakkelijk bij internationale gesprekken hierover, maar staat wel voor gedachtenwisselingen open. Dat is op zichzelf wel van belang. India moet ook niet geïsoleerd raken. Voor het rampgebied in de Indiase deelstaat Orissa stelde Nederland vandaag 5 miljoen gulden beschikbaar. En wat Kok betreft zal het daar niet bij blijven. India voelt zich miskend als grootmacht in Azië, maar tegelijkertijd raakt het land steeds meer naar binnen gekeerd. Zeker nu bij verkiezingen eerder dit jaar de Hindoe-nationalistische partij BJP de machtsbasis verder heeft versterkt. Kok is de eerste buitenlandse premier die India sinds die verkiezingen bezoekt en staat daarom voor de lastige taak om te praten over onderwerpen waarvan India vindt dat het buitenland er niets mee te maken heeft.
Een beetje dominee dus, maar ook wel een beetje koopman. Want Kok baant hier de weg voor een grote Nederlandse handelsmissie die begin volgend jaar India zal aandoen. Leerlingen van HAVO en VWO hebben zoveel kritiek op het zogeheten studiehuis dat ze op 6 december gaan staken. Ook is er dan een demonstratie op het Binnenhof. Doel van het studiehuis is een betere voorbereiding op HBO en universiteit. Maar de leerlingen vinden de werkdruk te hoog en studieboeken te duur. Bovendien kennen sommige leraren de lesstof niet. 3 dagen na de orkaan Lenny lijkt het dagelijks leven op Sint Maarten weer redelijk op gang te komen. Koningin Beatrix en prins Klaus bezochten gisteren het getroffen eiland om de bewoners een hart onder de riem te steken. Saba en Sint Eustatius kregen vandaag koninklijk bezoek. De 2 eilanden zijn minder zwaar getroffen dan Sint Maarten. In Algerije is een van de leiders van de islamitische beweging FIS doodgeschoten. Het gaat om de 43-jarige Abdelkader Hashani. Hij werd door een onbekende man in hoofd en buik geschoten en overleed later in het ziekenhuis. Hashani kreeg in 1991 de leiding van het FIS. De partij werd toen verboden. Het geweld dat volgde kostte aan zo'n 100.000 mensen het leven. Een instituut is verdwenen. Meester GBJ Hilterman was vanmiddag voor het laatst op de radio. De 85-jarige commentator heeft vanaf het midden van de jaren 50 de toestand in de wereld beschouwd. Voor de AVRO Radio en later ook op televisie. De mooie posten zijn deze. Met uitzondering van Egypte en het over Cyprus mokkende Griekenland zijn alle deelnemers, 22 dus, donderdag naar Londen gekomen. En daardoor heeft deze... De toestand in de wereld op zondag in 10 minuten. Zijn befaamde dictie, zijn chique formuleringen luiden de week in. Zo liggen de stellingen die de hoofdmachten nu hebben betrokken. Morgen komt het eerste officiële treffen. Ik heb de ontwikkelingen van een halve eeuw op de voet gevolgd. En ik moet nogal eens glimlachen als ik hoor van de armoedegrens. Lieve hemel, wie de armoei van 40, 50 jaar geleden gekend heeft, die hoort met verbazing dat je in armoede wordt geacht te leven als je geen vaatwasmachine hebt. Zeer belezen is hij en hij reisde veel, sprak zijn talen en was ervan overtuigd dat alleen hij de juiste mening had. Liet ook graag weten bij de grote der aarde kind aan huis te zijn. Die gaf hij en passant ook zijn mening over de toestand in de wereld. Zoals hier bij Willy Brandt. Hilterman, morgen nog een keer te zien bij Netwerk, nam vandaag afscheid met een terugblik op een halve eeuw. De tijd van eeuwige vrede is nog niet aangebroken. En dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de wereld. Het ga u allen wel. Een rommelige dag op de beurs. Het begon met een technische storing die de handel gedurende de hele ochtend lam legde. Vervolgens zakten de meeste aandelenkoersen vanmiddag. Aanvankelijk leek het erop dat de koersen de stijging van vorige week zouden voortzetten. Maar al snel liep de AEX-index terug, zelfs tot onder de 600-puntengrens. Daarna was er weer enig herstel. De AEX-index sloot op 601,6. Dat is 0,5 punt lager dan afgelopen vrijdag. Als het gaat om beleggingen van grote professionele beleggers, behoort Nederland tot de grootmachten van de wereld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Japan en de Verenigde Staten wordt meer belegd. Nederlandse institutionele beleggers staken in 1998... 1,5 biljoen gulden in aandelen, obligaties en onderhandse leningen. Dat is een 15 met 11 nullen erachter. Trouwens, als rekening wordt gehouden met de omvang van de nationale economie, is het kleine Luxemburg de grootste belegger. De dollar werd vandaag 0,2 cent goedkoper op 2,1340 gulden. Dat is 96,80 euro. En Wall Street herstelde zich van de dip in de eerste handelsuren. De Dow Jones Index sloot met een winst van 86 punten op 11.090. Het weer, Gerrit Hiemstra. Vannacht valt er eerst nog wat regen, vooral in het oosten van het land. Daarna klaart het hier en daar wat op en er zou lokaal wat mist kunnen ontstaan. De temperatuur die daalt vannacht naar 1 graad of 5. Morgen beginnen we dan met vrij bewolkt en nevelig weer. Die mist zou ook nog wat hardnekkig kunnen zijn. Maar in de loop van de dag dan kan er ook een enkele opklaring ontstaan in het westen van het land. En verder 1 graad of 9 wordt het morgen en er is niet veel wind, een matige wind uit het westen. Na morgen blijft het bewolkt en wisselvallig weer. Vooral op donderdag zou er vrij veel regen kunnen vallen. Temperaturen die blijven hoog, 10 graden overdag en 1 graad of 7 in de nacht. Dit was het. Het volgende journaal is rond 11:50 op TV2 in Studio NOS. Een prettige avond.
Woensdag begint in Werken aan Werk een vierdelige serie over Spakenburg. Hoewel vis nog altijd een belangrijke rol speelt in dit voormalige Zuiderzeedorp, heeft de inpoldering en het ontstaan van het IJsselmeer verstrekkende gevolgen gehad. Voetbal, vis, koek en kerk. Dat zijn de ingrediënten die, samen met hard werken, de basis vormen voor succes. Werken aan Werk in Spakenburg. Vanaf aanstaande woensdag bij de RVU.